Goeiedag lieve mensen, hier ben ik weer, Magdalena van de Pure Food for Children Foundation. En vandaag gaan we eens kijken wat het Magda-momentje inhoudt. Wat vond ik in de keukenkast? Lekkere paprika chips, heel lekker als aperitief hapje of voor bij de tv iets in je mond te stoppen. Maar is paprika chips of gewone chips, is dat eigenlijk wel zo gezond? En ik dacht, laten we eens kijken wat er allemaal zoal in zit. Wat zit erin? Aardappelen? Natuurlijk. Oké. Zonnebloemolie? Oké. Paprikapoeder? Niets verkeerd mee. Suiker? Ja, zoals jullie weten, geraffineerde suiker. En geraffineerde suiker neemt alle vitamine en mineralen uit het lichaam, dus niet echt gezond. Fructose? Karnemelkpoeder? Uitpoeder? Allemaal natuurlijk. Maar dan zit er een smaakversterker in, namelijk MSG. E621. En dat is een synthetische smaakversterker. Het is een neurotoxisch additief, wat de neuronen in de hersenen kan aantasten. Dus ik zou zeggen, mijden nummer E621. Maar, jammer genoeg, zit het in heel veel voedingsproducten. Onder andere dus in onze chips, maar ook in veel pakjes soep, in kant-en-klaarmaaltijden, in dieetproducten en ook in de Chinese keuken. Want eigenlijk zijn het allemaal producten waar je niet van af kan blijven. Waarvan je altijd nog maar en nog maar van wilt. Want die MSG zorgt ervoor dat je er niet genoeg van krijgt. Maar is jammer genoeg helemaal niet gezond. Er zat ook nog kaliumchloride in, dat synthetisch is en dat een risico geeft tot darmstoornissen, overgeven, diarree, interne bloeding en verzwakking. Natuurlijk bij heel veelvuldig gebruik. Er zitten ook nog smaakstoffen in. En melk, cafeïne, vanille en knoflookpoeder, champignonpoeder. Rookaroma's, en dat ben ik ook gaan opzoeken en dat blijkt ook helemaal niet gezond te zijn. Kleurstoffen. En er zit ook het zuurteregelaar in, namelijk E330, dat is citroenzuur. En dat kan bij kinderen, en vooral bij jonge kinderen en bij baby's, kan dat darmstoornissen veroorzaken. Dus ik zou dit helemaal niet aan kinderen geven. Als dat maar eentje is, oké, maar zo'n heel pakje chips. Ik zou dat toch proberen mijden. Er zit dan ook nog geraffineerd zout in, dat chemisch ontbleekt is. En er zit dus helemaal geen voedingswaarde meer in. En dan hebben we er ook nog bij, omdat het specifiek ook voor kinderen is, een nieuw product, de Zobido van Crocky. Dus ook heel verleidelijk voor kinderen. Er staat ook op de 50% minder vet. Dus op het eerste zicht klinkt dat wel goed. Ben ik ook gaan kijken, wat zit erin? Aardappelzetmeel, aardappelmeel, zonnebloemolie, maïsbloem, zout, fructose en dextrose. Tot daartoe, oké. Okay. Maar dan weer om zuurteregelaar E262, wat synthetisch is. En ik heb terug kunnen vinden dat het te mijden is voor zwangere vrouwen en baby's. En dan natuurlijk, ja, wat je gedacht hier, kan je ook niet vanaf blijven. Dus weer om E nummer 621, dus mononatriumglutamaat. En dat is dus een neurotoxisch additief en kan de neuronen in de hersenen aantasten. Dus zeker te mijden. Dan zat er ook nog tomatenpoeder in, voedingszuur, 330, aroma, synthetisch aroma, uipoeder. En dan zat er ook nog, dus in dit product zitten eigenlijk twee E-nummers in die echt volledig te mijden zijn. Want hierin zit ook aspartaam, E951, dus een neurotoxisch product. En dat heeft 92 ziekteverschijnselen. En kan ook bij veelvuldig gebruik kanker veroorzaken. En het blijft generaties lang in het lichaam. Dus ik zou zeggen, dit zou ik toch maar laten liggen in de winkel. En dan zou je kunnen zeggen van, ja maar, dat bedrijf dan. Ja, je kan ook het bedrijf misschien aanschrijven en vragen om zuivere chips te maken zonder al die verkeerde E-nummers erin. Maar ja, mogen we dan helemaal geen chips meer eten? Ja, toch wel. Want als je naar een natuurvoedingswinkel gaat,
dan vind je daar verschillende soorten chips ook. En dit is onder andere van het Molenaartje, potato snacks. En wat zit daarin? Wel, eens even kijken wat we daarin teruggevonden hebben. Aardappelzetmeel, tarwezetmeel, tarwebloem, zonnebloemolie. Dan tarwevezels, gistextract en curcuma-extract. En zout ook. Maar wel allemaal van biologische teelt. Dus alles is al een heel pak gezonder dan de gewone chips. Dus ja, weer om aan jullie de keuze. Maar vergeet daarbij niet, je kind of jullie kinderen zijn 4 maal zo gevoelig als wij. Dus ik zou zeggen voor onze kinderen, want wat daar, dat promoten wij namelijk ook. Zuivere voeding voor onze kinderen op een zuivere planeet. Aan jullie de keuze. Tot ziens. Dag.